Dirks. We hebben nog eens gewonnen op verplaatsing, dat is al een tijd geleden, zelfs nog van voor jij er was. Weet jij toevallig wanneer het was, de laatste keer uit? Ik denk dat het 276 dagen geleden is. Ik heb het nog, voor de wedstrijd nog gelezen. Nee, het zal ergens in maart zijn geweest op Roeselare, denk ik, 0-1. Ik weet het, hè. Maar nee, ik denk dat het belangrijk is dat we vandaag gewoon 3 punten hebben gepakt. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, dat we absoluut verdienden die overwinning mee naar Antwerpen te nemen. En ik denk dat we hier mogen op terugkijken met een heel goed gevoel en dat we daar moeten op verder bouwen. De eerste helft overklast jullie Lommel echt al, ja, 3-0 aan de rust al en 2-0 aan de 12 minuten. Maar in de tweede helft kwam Lommel toch nog sterk terug eigenlijk. Ja, ik denk dat we de eerste 15 minuten na de rust een beetje slap waren begonnen. Dat we dan 2 gemakkelijke en vermijdbare goals nemen. Maar oké, nadien hebben we de wedstrijd terug onder controle genomen. En hebben we het kans gecreëerd en hebben we terug de wedstrijd doodgemaakt door de 2-4 te maken. Dus ik denk dat we al bij al buiten het kwartier na de rust de wedstrijd wel onder controle hadden. Ja. Heb je ook gezien de 2 mooie doelpunten van Dikke V? Wat was de reactie daarop? Ja, hij is absoluut een topspeler. Ik speel heel graag met hem samen. Ik denk dat iedereen kan zien hoeveel kwaliteit hij heeft. En hij heeft hem vandaag nogmaals laten zien. Ik denk dat hij de ploeg enorm heeft geholpen vandaag. Een vervroegd kerstcadeautje is dit eigenlijk al. Hoe kijk jij nu vooruit naar 2017? Ik denk dat 2017 alleen maar beter kan zijn van ons, omdat we nu een goede basis gelegd. Ik denk dat we met een positief gevoel de winterstop in gaan. En dat we daar nu op stage en in de aanloop naar de volgende wedstrijd moeten nog verder bouwen. En ik denk dat we dan gewoon wedstrijd per wedstrijd moeten aanpakken en dat we dan heel dicht gaan komen. Geniet van de feestdagen.